Hoi allemaal en wat superleuk dat je alweer kijkt naar een nieuwe Vlogmas vlog. Mijn naam is Senne. Het is vandaag donderdag 8 december, wat dan ook betekent dat dit alweer de 8e Vlogmas vlog is. Ik kan het ook gewoon echt niet geloven dat ik nu al 8 dagen iedere dag heb gefilmd en geëdit en geüpload heb. Normaal doe ik natuurlijk 3 keer in de week, maar nu gewoon 7 dagen in de week. En ik heb het gewoon 8 dagen al volgehouden en ik vind het echt al helemaal leuk. Maar ook echt, de tijd is zo snel gegaan. Ik kan niet geloven dat het nu al 8 dagen geleden is. Sinds dat ik de eerste Vlogmas vlog heb geüpload. Het voelt echt nog als gisteren. Dus echt heel erg apart. Het is nu 11:50. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Maar ik ben wel al een tijdje wakker. Ik was rond 7:15 wakker. En toen ben ik gelijk begonnen met de vlog editen van gisteren. Ik had namelijk gisteravond geen zin om te editen. Dus ja, dat betekent dat ik dan in de ochtend gewoon iets eerder moet opstaan om de vlog te editen. En ik had hem ook best snel geëdit. Ik had hem binnen 2 uurtjes af. Dus dat was best wel snel. Normaal doe ik er echt veel langer over. Ook de thumbnail is gelijk gemaakt. En ik heb even een factuur moeten sturen. Dus daar ben ik eigenlijk in de ochtend vooral mee bezig geweest. Ik heb natuurlijk ook gewoon ontbeten en me net dus klaargemaakt en gedoucht. En ik heb echt een te leuke outfit aan. Deze trui komt van YesStyle. Die hebben jullie in een van mijn vorige video's kunnen zien. Of ja, in de video's voor Vlogmas. Maar echt super leuke trui. Ik zal dadelijk even de achterkant laten zien, want die is heel erg leuk. Maar we gaan nu eerst even door met het leukste moment van de dag, namelijk de adventkalender. Kijk, en we hebben hem weer hier. Ik zal jullie heel even op de grond neerzetten of eventjes iets lager. En deze even aan de kant. Nou, laten we het volgende vakje gaan zoeken. Vakje 8, dames en heren. Hier kun je zien wat er allemaal in zit, maar dat willen wij niet. Dus oké, vakje 8 gaan we even zoeken. Nou, hij zal wel helemaal in het begin zitten natuurlijk. Ik heb hem. En hij is echt mega licht. Dus ik denk dat er iets van een eyeliner of een oogpotloodje in zit. Een lipliner. Oh, dat vind ik wel echt veel leuker als een oogpotlood of een eyeliner. Dat dacht ik namelijk eerst. Al is het wel een kleur die ik niet draag. Kijk, het is de Plumping Lipliner. Maar dus echt in een fel rode kleur. En dat draag ik dus echt niet. Kijk, dit is de kleur 080. Ik vind rood bij anderen echt super mooi. Maar ik vind het bij mij gewoon echt niet mooi staan. Het is ook echt heel leuk voor de feestdagen. Maar ik denk dat ik deze gewoon bij de giveaway ga doen. Want ja, ik gebruik het niet. Dus ik denk dat ik iemand anders hier veel blijer mee kan maken. Kijk, het is nu 11:45. En ik denk dat ik zo lunch ga maken. Ik heb echt super veel zin weer lekker in soep. Dus ik denk dat ik weer vermicelli soep ga maken. Want dat is gewoon super handig en snel en makkelijk om te maken. Dus ik denk dat ik dat dadelijk heel eventjes ga maken. Maar ik ga nu eerst wel even editen. Namelijk de YesStyle video. Want die wil ik als extra video gaan plaatsen dit weekend. Dus die moet ik heel even afediten. Zodat ik hem ook op kan sturen ter goedkeuring. Ik denk dat ik er nog een paar uurtjes mee bezig ben. Ik moet alleen nog heel eventjes de video leuk maken. Dus sound effect, eventueel muziek. Beelden eroverheen. Leuke graphics en tekstjes en zo. Dus dat moet ik nog gaan doen. Maar ja, daar ga ik nu heel even mee in de slag. En dan ga ik dadelijk lekker lunch maken. Maar ik ga jullie nog heel eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb dus als eerste deze trui aan van YesStyle. Die heeft hier een heel leuk tekstje. En verder op de achterkant ook. Maar dat laat ik dadelijk even beter zien. En ik heb dan ook deze split legging aan van de Zara. Want ik ben nu toch thuis. En deze is lekker oversized. Dus die valt zo ook een beetje over je billen. Dus dat vind ik dan bij zoiets wel heel erg mooi. Kijk, op de achterkant staat dus een maan. Hoe mega mooi. Het is trouwens vandaag ook echt super bewolkt en regenachtig weer. Vooral vanochtend heeft het echt heel erg geregend. Je kunt het ook nog wel een beetje zien op het raam. Maar nu is het volgens mij wel droog. Nee, het regent een beetje. Maar ja, het weer is niet helemaal denderend vandaag helaas. Nou, ik heb weer even middageten gemaakt. Ik heb dus hier weer die vermicelli soep. En dit is een broodje. Die neemt mijn moeder wel eens ooit mee van werk als ze over zijn. Dit is volgens mij met eiersalade, denk ik. Dus die ga ik lekker ook eten. Oké, ik heb geluncht. Het is ondertussen ook alweer wat later. Het is nu 2 uur. Ik heb ook heel even TikToks gefilmd. En de TikToks upload ik ook altijd als shorts. En dat vind ik echt super leuk. Dus ik heb alweer even een aantal gemaakt. Dus er staan er weer een aantal in mijn concepten. Dus dat heb ik gedaan voor vandaag. Maar ik wilde heel graag mijn nagels weer gaan proberen te laten met mijn pink gel lak set. Ik heb namelijk best vaak de vraag gekregen of ik pink gel lak nog gebruik. Wat ik ervan vind. Of ik het kan aanraden. En ik heb het natuurlijk 1 keer geprobeerd. Dat was toen voor een TikTok. Ik zou dat filmpje even hier in beeld plaatsen. Dan kunnen jullie een beetje zien ja, hoe ik dat heb gefilmd en zo. Maar het was zo mislukt.
echt niet normaal. Het was gewoon helemaal mislukt. Het plakte helemaal. En ik heb het er toen ook af moeten halen. Maar gel lak is echt heel lastig om af te halen. Want het moet helemaal speciaal. Je nagellak wordt zeg maar echt gehard en gebrand op je huid. Zeg maar op je nagel. Maar ik hoor van zoveel mensen dat het bij hun gewoon wel lukt. Dus ik denk dat ik het gewoon fout heb gedaan. Dus ik ga ook op mijn laptop eventjes de video op de Pink Gel Lock site opzoeken. En dan ga ik die gewoon erbij gebruiken. En dan ga ik gewoon die stappen helemaal volgen. Die producten heb ik ook allemaal. Dus ik ga deze nu uittesten. En deze keer dus echt goed. Het is nu ook echt weer om zoiets cozy's te gaan doen. Het is gewoon heel regenachtig en grauwig weer. Ik heb ook lekker die lamp weer aangezet. Mijn spiegel geeft ook altijd zo'n leuk licht. Maar ik dacht, ik ga jullie heel even laten zien wat hier allemaal in zit. Dus wat je bij deze set krijgt. Kijk, en ik heb dus deze set met deze lamp. Kijk, je kunt het hier zien. Je hebt ook nog eentje met zeg maar een grotere lamp. Die heeft mijn beste vriendin. En zij had ook gezegd dat zij mijn nagels wel een keer kon doen. Want bij haar was het dus ook gelukt. Maar ik ga het dus nu zelf proberen om te kijken hoe ik het ook zo mooi kan krijgen als dat zij het had. Maar zij heeft dus die grotere lamp. Want ze hebben dus deze. Dit is zeg maar zo'n kleine. Ik zal hem er even uitpakken. Kijk, dit is namelijk de lamp. En ik moet zeggen, toen ik deze voor de eerste keer uit die doos haalde, dacht ik echt van wat is dit voor een lamp? Het leek echt zo van AliExpress. Het is echt gewoon super licht. Dus ja, dat is deze. Ik weet niet of dat bij die grote ook zo is. Maar deze is echt super licht. Dus in principe ook wel handig om mee te nemen. Want hij is niet zwaar. Maar hij ziet er dus zo uit. Ik heb dan de roze, maar je hebt ook verschillende. Je hebt hier op de bovenkant een knopje die je kan indrukken. Hier moet dan de stekker in. Die heb ik ook. Dat is namelijk deze. En hiermee kun je hem natuurlijk aan- en uitzetten. Dan kreeg je bij deze set ook wat nagellakjes. Of dit is in ieder geval wat je voor de nagellak doet. Want ik heb ook een kleurtje. Dat is deze. Dit is de kleur 251 Nude Pink. Deze zit er ook bij. Dit is de Prep Booster. Dit is de Base. En dit is de allerlaatste stap. Dit is de Shine. En deze geeft dus ook een plaklaagje af. En ik heb dus gehoord, als je dat plaklaagje eraf wil halen, moet je zo'n cleaner pocket gebruiken. Ze hebben dus de pockets. Die heb ik. Die kreeg je ook bij deze set. Daar heb je er dus ook meerdere van gekregen. Maar ze hebben ook een fles en van die doekjes. Dus dan kun je het vaker gebruiken. En er zitten ook van die remover pockets bij. En dit is dus om het eraf te halen. En je kreeg ook nog deze twee tools. Dit is zo'n soort bokkenpootje en een vel. Dus dat is eigenlijk alles wat in deze set zit. Volgens mij is dit de goedkoopste set die er is. Ik weet niet precies hoe duur deze is. Het is echt slimmer om deze gewoon in de sale te kopen of met Black Friday of zo. Want dan scheelt het gewoon echt heel veel geld. Maar ik ga hem dus nu weer testen. Ik ben echt heel erg zenuwachtig, moet ik heel eerlijk zeggen. Want dadelijk mislukt het weer. En dan zit ik weer met al die nagellak. Maar oh, mijn nagels zijn zo slecht. Mijn nagels breken de hele tijd. Dus ik hoop echt dat deze gel lak vandaag wel gaat lukken. Ik ga echt mijn best doen. Dus ik ga die video opzetten. En dan ga ik jullie eigenlijk gewoon meenemen. Oké, ik ben dus nu op de site van Pink Gel Lock. En ik ga heel even die video zoeken. Alleen ik heb echt geen idee waar ik die toen heb gevonden. Oh. Ja, je gaat dus naar de Pink Gel Lock site. Dan ga je naar Over Gel Lock. En dan staat hier eigenlijk al die video. Hier staan fotootjes, maar ze hebben ook echt een hele video. Kijk hoe mooi mensen dit kunnen doen. Ja, mij moet dit toch ook lukken, zou je zeggen. Oké, we gaan de video kijken. Oké, we moeten gaan beginnen met het voorbereiden van de nagels. Voordat ze dus gel lak krijgen. En we moeten dus gaan beginnen met de nagelriemen terugduwen, het glanslaagje van de nagels afhalen. En dat kan met zo'n nagelveldje die je erbij hebt gekregen. En wat nog meer? Veilen, denk ik. Met een polijstblok. Ja, polijstblok. Maar ik heb zo'n klein veldje en daar kun je het ook mee doen. Vel je nagels in de gewenste vorm. Ja, en veilen. Oké, jullie zien mij nu echt heel raar. Jullie zien echt alleen dit gedeelte nu. Maar we gaan dus beginnen met het bokkenpootje. Deze kreeg je bij deze set erbij. Je kunt natuurlijk ook echt vele betere kopen in überhaupt de winkel, zoals de Kruidvat. Deze vel zit dus bij die set. En een van deze kanten is de vel en de andere kant is het polijstblok. Dus ik moet heel even gaan kijken welke dat is. Ik lees hier dat de roze kant is om te polijsten en de witte kant is om te veilen. Dus dat gaan we nu doen. En dan kan ik nu met de witte kant mijn nagels gaan veilen. Ik moet zeggen, ik vel normaal altijd mijn nagels met een glasvel. Met deze van Essie. Dus als ik dit niet fijn vind, dan ga ik gewoon over op deze. Want ik moet zeggen, ik vind dit gewoon een beetje crappy aanvoelen. Maar ja, ik ga het gewoon even proberen.
mij polijsten en het veilen heel veel stof en witte dingetjes vrij. Dus dat moet je even schoon gaan maken, zeggen ze. Met een cleaner pocket. Dus die ga ik even openmaken. Zo. Kijk, en daar zit dan dus één doekje in. En daarmee kun je je nagels nu gaan schoonmaken. Kijk, ze zien er nu zo uit. Ja, let eens niet op mijn nagels. Jullie weten het ondertussen wel. Ik haat mijn nagels. Nou, volgens mij moet het gewoon zo. Oké, dan hebben we dat gedaan. En dan moeten we dus doorgaan met de Prep Booster. Dat is dus deze. En deze kun je gewoon op je nagels doen. En die hoeven dus nog niet onder de lamp. Deze moet je gewoon 30 seconden aan de lucht laten opdrogen. Oké, we gaan dus voor een heel dun laagje. Oké, dan ga ik nu een dun laagje aanbrengen van de base. En ja, daarna moet je dit een minuutje uit laten harden op de lamp. Of onder de lamp. Zo. Kijk, je kunt zien, het is ook best wel dik. En ik denk dat ik de vorige keer dus ook echt een veel te dik randje heb gedaan. Oké, nou we gaan het doen. Ik heb hier ook alvast de lamp aan de oplader. Ik moet hem alleen nog even aanzetten. Oh, ik schrik daar dus altijd van. Maar nou weet ik dus niet of hij aanstaat. Volgens mij gaat hij aan. Volgens mij als de lamp dus aan is, dan is hij warm. Maar ik ga gewoon alvast even lakken. Kijk jongens, de lamp is aan. Kijk, ik heb mijn hand er nu in. En wat dus heel irritant is bij deze lamp, dat heb je bij die grotere lamp van Pink Jello niet. Daarbij kan je duim gewoon in één keer erbij. Maar bij deze is dat niet. Dus dat is wel heel erg jammer. Kijk, volgens mij, ik weet dus niet wanneer dit nou klaar is. Ik moet dat even timen. Oh, dat gaat al helemaal mis. Volgens mij gaat het per 30 seconden af. Ja, kijk. Nu is er dus volgens mij een minuut voorbij. Ik ga het heel even een keer timen en dan met de duim. Want dan weet ik het zeker. Maar volgens mij wel. Kijk, de duim ligt nu heel ongemakkelijk hierin. Maar we zetten hem weer aan. Ik vind het ook zoiets raars dat je na één minuut zoiets al hard kan hebben. Of zo, door licht. Ik vind het echt iets raars hebben of zo. Maar ja, het zal wel. Ik had ook een tip gekregen van iemand dat je deze, deze lakjes niet te dicht bij de lamp moet zetten. Want dan kunnen ze uitdrogen. Dus die moet je eigenlijk een beetje zo ver mogelijk wegzetten. Oké, en dan is de base coat van mijn linkerhand dus nu opgedroogd. En dan ga ik nu ook gelijk eventjes de andere kant doen. En die ga ik dan ook weer onder de lamp doen. Dan gaan we door met de kleur. En dit is dus nogmaals de kleur die ik heb. Dit was ook de kleur die in mijn set zat. Maar ze hebben echt super veel verschillende kleuren. En wat je dus eerst moet doen is de fles, is het flesje zo opwarmen. Zodat de kleuren goed mengen ofzo. In ieder geval, that's what they say. En dan komen we ook gelijk bij het deel waar het bij mij dus de vorige keer misging. Je moet namelijk een dun laagje doen. En dan kun je steeds weer een laagje erbij doen. Totdat je echt de dekking hebt die je wil. Volgens mij heb je ook maar twee laagjes nodig. Maar de vorige keer heb ik dus een te dik laagje gedaan. En als je een te dik laagje doet, dan gaat de gel rimpelen onder de lamp. En dat had ik dus de vorige keer. Ik heb liever nu ook gewoon te dun als te dik. Kijk, je ziet het. Hij is wel echt heel erg slimy. Hoort dat of niet? Nou ja. We gaan gewoon voor een dun laagje. Oké, we moeten het nu dus weer gaan uitharden. Het ziet er zo uit. Ik vind het zo mooi eruit zien. Oh my god, ik hoop echt zo dat dit lukt met heel mijn hart. Oké, nou ik had echt niet nog een dikke laagje moeten doen, want het gaat al een beetje bubbelen. Maar het valt denk ik nog wel mee. Oké, dan ziet het er dus nu zo uit. Ik vind de kleur echt prachtig. Alleen het laagje moet denk ik dus echt nog dunner, want het gaat nog steeds een heel klein beetje borrelen en zo. Maar ik denk dat het nu wel meevalt, want de vorige keer was het wel echt veel erger. Maar het moet echt nog dunner. Want ik heb nu één laagje en in de video gebruiken ze wel twee laagjes volgens mij. Dat is wel een rode kleur, maar het moeten echt nog dunnere laagjes worden, denk ik. Maar ik ben nu wel echt wel heel blij met het resultaat. Oeh, deze hand is wel echt goed gelukt. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar datgene bij mijn pink, dat was toen bij al mijn nagels. Maar deze hand ziet er echt top uit. Deze is echt heel goed gelukt, dus daar ben ik echt blij mee. Maar alleen deze twee nagels bij die zijn niet zo goed gelukt. Voor de verdere valt het wel mee.
Maar we gaan nu door met de volgende stap. En de volgende stap is de shine. Het is eigenlijk een soort topcoat. En deze moet je ook 60 seconden laten uitharden onder de lamp. Nou, ik moet zeggen, alle nagels zijn gelukt. Behalve hier de buitenste twee. En bij de andere hand is het ook echt super goed gelukt. Vooral deze hand. Dus echt perfect gewoon. Deze is echt heel goed gelukt. Ik ben echt zo mega blij. Jullie willen niet weten. Maar hier had ik nog een te dik laagje gedaan. Je kunt het misschien bij deze ook wel zien. Het is best wel dik. Maar echt, ik ben er super blij mee. Ik moet nu nog één stap. Kijk, dat is weer met de Pink Gel Lac Cleaner Pocket. Dan moet je het plaklaagje nog even van de nagels mee afhalen. Maar daar moest je eerst 2 minuten voor wachten. Dus ik ga deze weer even openscheuren. Oké, ik heb het doekje er weer uit. En ik ga heel even snel die video kijken voordat ik daar helemaal iets verkeerds doe. Maar volgens mij kun je er dus gewoon overheen. Ja, zij gaat gewoon letterlijk zo eroverheen. Oh my god. Oh my god, het werkt. Oh my god, het werkt, jongens. Ik dacht, ik ben opgelicht. Bij mij werkt het niet, maar bij mij werkt het ook, natuurlijk. Oh, dit ging er de vorige keer mis. Ja. Oh my god, jullie willen niet weten hoe blij ik ben. Ik heb het gewoon helemaal uitgevonden. Ik weet gewoon hoe ik Pink Gel Lac moet doen. Nou, zoals ik al zei, deze 2 nagels zijn helemaal mislukt. Maar 8 van de 10 nagels zijn wel gelukt. Vooral deze hand is echt stunning. Kijk of je het laat zien. Kijk hoe mega mooi zien deze nagels eruit. Echt stunning. Ook die kleur is echt prachtig. Dus ik ben echt mega blij. Ik ga even een snapje sturen naar Naomi. Want zij moet ook zien dat het bij mij nu is gelukt. Maar ik ben echt zo mega blij. Ik vind het echt zo leuk. Ik ga ook vragen of mijn zusje nu wil. Ja, ze is nu niet thuis. Maar als zij wel thuis is, of mijn zus of zo, als hun het nu ook willen. En ik heb ook zin om die nieuwe kleurtjes te kopen. Oh. Oké, ik ben echt mega, mega, mega blij. Kijk, hier nog eventjes een close-up van mijn nagels. Ik vind het zo mooi. Kijk even. Oh, ik ben hier echt heel erg blij mee. Oh, ik vind het echt prachtig. Nou, ik heb al even niks meer gefilmd. Het is ook alweer 11 uur. Jullie kunnen het niet heel goed zien. Maar het is 11 uur. Ik ben de hele tijd bezig geweest met het editen van de video voor YesStyle. Dus de samenwerking. Die video is nu aan het exporteren. Die moet ongeveer nog 7 minuten. En dan kan ik hem opsturen voor goedkeuring. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Ik vind het zelf weer echt een mega leuke video. En ik ga nu wel even mijn make-up afhalen, tanden poetsen en even een pyjama aandoen. En dan ga ik alweer lekker slapen. De video was wel echt heel veel werk, dus ik ben er ook echt lang mee bezig geweest. En ik ben trouwens ook weer begonnen aan een nieuwe serie op Netflix. Ik weet niet wat dat is, maar nu opeens kijk ik weer heel veel Netflix. Dat heb ik echt in vlagen. Soms kijk ik echt bijna geen Netflix en soms echt heel erg veel. Kijk, het is deze serie. Ik heb nu de eerste aflevering pas gezien, dus ik heb geen idee of het iets is. Maar tot nu toe vind ik het op zich nog wel prima. Maar ik ga weer lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet zeker even om het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van alle nieuwe Vlogmas vlogs. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk morgen weer bij de volgende video. Doei! Christmas in the